Als er een verpleeghuis is waar de ene week vaccinatie is geweest en de volgende week een uitbraak, is dat in zoverre helemaal volgens het patroon wat je ook verwacht. Namelijk, gegeven de stand van de epidemie, vinden er gewoon veel besmettingen plaats in verpleeghuizen. Mensen een week nadat ze gevaccineerd zijn, zijn natuurlijk nog niet volledig beschermd. Dus ja, dat virus kan daar inderdaad nog huishouden. Dus een verhaal, ja, maar ik denk dat die besmetting komt en dat die ziekte komt omdat er gevaccineerd is, is buitengewoon gevaarlijk en ook gewoon onwaar. Dus wat we moeten doen is alle bijwerkingen melden bij Lareb, vervolgens Lareb dat laten onderzoeken en daarover in alle onafhankelijkheid en alle transparantie over laten rapporteren. Nou, en dan zijn er dus bijwerkingen gemeld. En die bijwerking bestaat uit spierpijn en uit hoofdpijn en uit je niet lekker voelen en uit vermoeidheid en pijn bij de prikplek en zo. Allemaal huistuin- en keukenklachtjes die volstrekt overeenkomen ook met de bijwerkingen zoals die ook gemeld waren in het klinisch onderzoek. Dus daar is niks geks aan de hand. En als dat wel zo is, is het Lareb's taak om dat aan ons te melden. En dat is het moment waarop ik de Kamer informeer. Ja. En laten we nou niet paniek gaan zitten zaaien, terwijl dat echt niet nodig is. En zelfs ondermijnend zou kunnen zijn voor de volksgezondheid. De heer Van Haga. Ja, voorzitter. Nou ja, ik zei helemaal geen paniek. En het is voor het vertrouwen in de overheid en voor het vertrouwen in dit proces uitermate belangrijk dat er geen bias is naar één of andere kant. Dus als er dit soort uitbraken zijn, en die zijn consequent een week of twee weken nadat er gevaccineerd is, dan is dat goed om dat te onderzoeken. En dat is juist ontzettend belangrijk, ook in uw belang, om daar transparant over te zijn. En daarom was mijn vraag ook van, nou, is het dan zo dat het goed onderzocht wordt? Wordt het goed geregistreerd? Ja. En is het zo dat als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden? Nou, is mij ter oren gekomen dat dan altijd wordt gezegd, nee, dat onderliggende lijden prevaleert. Dus die wordt dan geregistreerd als iemand die overleden is aan kanker of aan hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. Iemand komt met een auto-ongeluk op de IC, krijgt een wattenstaaf in zijn neus en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd. Niet om hier paniek te gaan zaaien. Het is echt gevaarlijk. Ik ben nog even bezig. Het is gevaarlijk. Nepnieuws verspreiden. We zitten midden in een pandemie. Voorzitter, dit is ernstige zaken. Dit kan echt niet. Ik ben midden in een pandemie. Wat niet kan, is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmetting in Nederland, hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie. Dat kan niet. Dat kan niet midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid. En dat voorzitter, kan. Dit is verwerpelijk. Ik was meer in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ik vraag alleen om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En de reactie van de minister, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit. Ik vind het uitermate vervelend.